Een gedenken aan de jonge vrouw die haar leven waagde om anderen te behoeden van een onvoorstelbaar lot. Die stond voor datgene waar de mens voor zou moeten staan, de strijd tegen een foute ideologie, tegen rassenhaat en voor gelijkheid. Op de plek waar ooit het huis van de Dordtse verzetstrijder Lenie Dicke stond, is vrijdag een gedenkbord onthuld. 1, 2, 3. Het woonhuis aan de Prinsenstraat brandde af als wraak van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde nadat Dicke werd bevrijd door medeverzetstrijders in de nadagen van de oorlog. Lenie Dicke speelde een belangrijke rol in het verzet door als contactpersoon tussen de ondergrondse en onderduikers te fungeren. Het gedenkbord wordt onderdeel van een nieuwe historische route door de Dordtse binnenstad.